Vanochtend zijn er nog weinig wolken boven ons land aanwezig, maar boven de Noordzee en de Britse eilanden ligt een nieuwe bewolking klaar, waarmee met name de kustprovincies in het midden van het land later vandaag te maken krijgen. Vanochtend neemt de bewolking toe, als laatste in het oosten en zuidoosten van het land, en daar loopt ook de temperatuur het hoogst op vanmiddag. In het noordwesten is het dan uiteindelijk half tot zwaar bewolkt en kan er misschien vanmiddag uiteindelijk een spat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur uiteindelijk 21 tot lokaal 24 graden in het oosten en zuidoosten van het land en daarbij een meest matige tot een zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vanavond is het dan overal droog en tamelijk bewolkt. De temperatuur die daalt naar een graad of 19 en de wind die neemt iets in kracht af. Morgen is ook de wind minder prominent aanwezig, zwak tot matig op de meeste plaatsen en op de meeste plaatsen schijnt ook af en toe de zon. In het noordwesten is een enkele spatregen mogelijk, maar verder blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Maandag valt er mogelijk verspreid wel een enkele bui, daarbij temperaturen van 22 of 23 graden. Dinsdag dan gaat het kwik weer wat omhoog, net als woensdag en dan zien we op de meeste plaatsen af en toe de zon en blijft het op veel plaatsen ook droog. Mijn naam is Wilfried Jansen voor Weerplaza.nl